Automobilisten moeten aankomend weekend rekening houden met flinke vertraging. De A1 van Amsterdam naar Almere gaat vanaf vanavond 9 uur tot maandagochtend 5 uur op slot. Ook de verbindingswegen vanuit Amersfoort gaan dicht. Ja, dit weekend gaan we de nieuwe verbindingsweg van Amsterdam naar Almere aansluiten op de bestaande A1 en de A6. Dat betekent dat de hele A1 tussen Amsterdam en Almere dicht is en verkeer rekening moet houden met omleidingsroutes en afgesloten wegen. Automobilisten wordt geadviseerd om te rijden via de A27. Naast de werkzaamheden tussen knooppunt Diemen en Muidenberg wordt er in het weekend ook een extra rijstrook op de A6 aangelegd tussen Almere Havendreef en Almere Stad. Om het werk te kunnen doen gaan de op- en afritten van Almere Haven een deel van het weekend dicht. Nou, we verruimen dit weekend ook de capaciteit en de doorstroming in knooppunt Muidenberg. En om nou te zorgen dat het ook bij Almere dan niet vervolgens weer vaststaat, leggen we ook een extra rijstrook aan tussen Almere Stedenwijk en Almere Stad. En daar komt een extra rijstrook en dat doen we ook gelijk in dit weekend, zodat ook op maandagochtend daar het verkeer beter kan doorstromen. Verkeer dat vanuit Amsterdam naar Almere wil rijden, krijgt vanaf maandag te maken met een nieuwe situatie. In plaats van rechts aanhouden, moet het verkeer voortaan links afslaan. Dat zal best wel even wennen zijn, dus we verwachten op maandag en dinsdag ook dat mensen moeten wennen aan een nieuwe situatie en extra mogelijk zoekverkeer of vertraging. En mensen die verkeerd rijden, schrik niet. Rijd door naar de eerstvolgende afrit. Draai daar weer om en vervolg uw route richting Almere en Lelystad. Ook treinreizigers krijgen aankomend weekend te maken met vertragingen. Tussen Weesp en Almere Oostvaarders rijden er bussen in plaats van treinen. De extra reistijd kan oplopen tot 3 kwartier.